Dankzij het MDT, maatschappelijke diensttijd, kunnen we 7 leuke buurtinitiatieven gaan honoreren met een buurtbudget. Maak een filmpje van jouw buurtactiviteit en dan maakt het MDT jongerenteam een keuze welke buurtinitiatieven gehonoreerd gaan worden met een buurtbudget van 500 euro. Nu geen 1 jongere te vinden, maar als jij komt met je leukste buurtinitiatief, de sportiefste buurt, kun jij de buurtprijs winnen. Heb jij de sportiefste buurt? Stuur video dan. Je kan ook de gezondste buurt, zoals hier. Je kan ook gewoon push-ups, burpees, sit-ups. Ja, heb je dus video? Stuur het dan door. Wie is de creatiefste buurt? Voorbeeld. Elk vak hier zo is leeg. Je zou bijvoorbeeld een tekening in elk vak met een ander thema. Of een andere muzikant als je het muzikaalste wilt zijn. Of heb jij een leuk idee voor een leuke buurtexcursie? Leuke vraag bijvoorbeeld. Waarom staat die toren daar zo? Dat zou ik best wel willen weten. Bedenk een leuke buurtspeurtocht. Een leuke vraag. Wat hangt er in de boom? Wat zie je daar zo? Een zwan? Hoe heet die kerk? Je kan als buurt bijvoorbeeld een eigen kunstwerk maken of een levend kunstwerk. Bijvoorbeeld levende standbeelden of dat iedereen stilstaat en dat mensen er gewoon doorheen kunnen lopen. Je kunt zelf een video insturen van ongeveer een minuut naar info@midvliet.nl en je kunt Midvliet ook uitnodigen. Denk bij je activiteiten aan de coronaregels voor jeugd. En dat betekent dat tot en met 12 mag er heel veel en van 13 tot en met 17 is het dat ze echt afstand moeten houden tot de volwassenen van 1,5 meter. Hou je eraan. Handen wassen voordat ze naar buiten gaan. Handen wassen als ze binnenkomen. En dan komt het in jullie buurt helemaal goed. Breng ze naar buiten. Zet ze in beweging, die jeugd. Want bewegen is gezond. Succes! Stuur ons je video voor 15 maart. En heb jij een ander leuk idee? Laat het ons weten.